Ik ben Joelle Smits en je kijkt nu naar TMI. Ik ben Joelle Smits. All missed it in the middle. Hansen de step to and touched in by Joelle Smits. Links staan Sabayo, komt er een hat-trick. Smits doet het zelf, hè? Joelle Smits voor nummer 5. Ik ben 17 jaar, kom uit Den Bosch en ik voetbal nu voor mijn eerste jaar bij Twente. Ja, het begint eigenlijk vanaf jongens af aan dat je veel aan het voetballen bent en zo. En ik voetbal altijd tussen de jongens, dus als meisje viel ik ook wel op. En zo ben ik uiteindelijk bij KVB terechtgekomen, bij de onder 12, onder 13. En zo tot onder 14, onder 15. En uiteindelijk komt dan het Nederlands elftal onder 15. En zo ben ik steeds eigenlijk in die reeks beland en ben ik steeds verder gekomen in het voetballen. Ja. Kom jij zelf goed? Eet je over pindakaas of zo? Of pindakaas? Nee, pindakaas vind ik wel lekker. Dus dat eet ik wel regelmatig, ja. Maar ja, of het aan de pindakaas ligt, dat weet ik niet. Maar het gaat gewoon goed. En mijn teamgenoten weten ook vaak van mij wat voor ballen ik wil en zo. En dan merk je wel vaak, als je veel met elkaar samenspeelt, dan weet een beetje van elkaar wat je graag wil, hoe je graag speelt. En dan kom je uiteindelijk tot resultaat. Nou, voor mij is elk doelpunt telt gewoon. En ja, hoe meer doelpunten, hoe mooier. Natuurlijk heb je al een beetje van, als je alle 50 gescoord in de wedstrijd. Joelle Smits voor nummer 5. Het is al mijn 50, maar het blijft uiteindelijk wel van, ik heb toch weer mijn 50 gescoord. Dus ja, ik moet er wel veel voor laten. Ik heb niet veel tijd om dingen met vrienden te doen. En nu, ik woon dan ook al uit huis sinds mijn 15e. Dus ik heb ook minder tijd met mijn ouders, met mijn broertje. En ja, dat is soms wel dat je echt merkt dat je soms echt veel ervoor over moet hebben. Nee, ik heb geen relatie. Maar ik denk, ja, als je echt verliefd bent, dan zul je er vast wel tijd voor hebben. Maar wel heel weinig. Ja. Dat wel. Dus dat moet die ander dan ook een beetje kunnen accepteren. Ja, precies. Ja, precies. Je moet wel van beide kanten komen, inderdaad. Als je mag dromen over 10 jaar, waar zie je jezelf dan? Wat is het hoogst haalbaar voor 10 jaar? Nou, ik heb wel een droom om ooit nog in het buitenland te voetballen. En ik wil natuurlijk het A-team te halen. Ja. Dus dat is wel echt wat voor club vind je dan mooi om te spelen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet echt zo heel goed. Ik vind het natuurlijk verschillende competities in vele landen. En ik weet nog niet echt wat het best nou bij me past of waar ik het liefst zou spelen ofzo. Ja, ik doe een gespreid examen, HAVO. En vorig jaar heb ik 4 vakken afgerond en dit jaar doe ik er nog 2. En school heeft voor mij afgestemd dat ik alleen een maand in dit jaar naar school hoef. Dat ik dan die 2 vakken volg. En ja, toetsen en zo kan ik altijd later maken als dat nodig is. Of ik kan met de docent overleggen van stuur even een samenvatting op ofzo, omdat ik er weinig ben geweest. Dus nee, dat is wel goed te combineren. Ja. Ja, ik vind het mooi om te zien hoe dat zo in één keer eigenlijk heel erg gegroeid is. En dat Nederland op dat moment ook zo bezig was met het EK voor vrouwen. En ik denk dat het goed is geweest dat we het in eigen land hebben gedaan. Want daardoor is er heel veel aandacht gekomen. Heel veel mensen die gingen kijken. En ik vind het wel goed en mooi om te zien dat er verandering in komt. Nee, het is wel mooi om met ervaren speelsters te spelen. Ja. Ja, leer je daar ook veel van? Ja, zeker wel. Hoe ze de groep soms trekken. En ik denk misschien qua coaching en zo dat het wel een verschil is. Ja, blijf trainen. Veel trainen, maar blijf ook vooral plezier in hebben. Want als je er geen plezier in hebt, dan kun je veel trainen. Maar dan gaat het uiteindelijk niet werken voor jezelf.